Een beloning als de vuurwerkschade beperkt blijft. Een glazen huis voor werkzoekenden en Gert Kruis over FC Utrecht. Goedenavond, dit is U Vandaag. Maar ik stel u eerst graag even voor aan deze chef-kok, Thijs Stafhorst. Maar ik ben vooral een beetje afgeleid door het dier dat hier voor me ligt. Ja. Een haasje. Een heel mooi haas. Ja. Een mooi dier wat nu bejaagd mag worden tussen 15 oktober en 31 december. En waar we heel graag mee werken bij de Heren van Driebergen. Omdat het gewoon echt een ultiem stukje scharrelvlees heeft. Ja, want we hebben hier een chef-kok in de uitzending die ook nog eens jager is. Dus echt het verse stukje vlees hebben we hier aan tafel. Want wanneer is deze geschoten? Die is zaterdag geschoten. Oké. Okay. En, ja. En wat ga je ons voorschotelen? Ik ga eigenlijk het hele haas gebruiken. We maken een hazenpeper van de achterbouw en de voorlopers. Die heb ik al gemaakt, want dat duurt natuurlijk gewoon een uurtje of drie voordat dat helemaal gereed is. Maar de rug, daar ga ik een mooie rouleau van maken. Die ga ik inrollen in groene kool. Mm-hmm. En wat paddenstoeltjes erbij. Dus zo'n mooi feestelijk gerecht creëren. Heerlijk. Wel lastig denk ik voor de mensen thuis om te maken. Nou, dat valt best wel mee. Dat valt best wel mee. Het is eigenlijk meer de cuisson, hè? Dus de gaarheid van het vlees. Daar moet je een beetje mee oppassen, want te ver dat is natuurlijk niet lekker. Dus dat is eigenlijk de enige echte moeilijkheidsgraad. Nou, til deze nog even op, zodat we zien wat de ingrediënten zijn. Kijk, dus, mooi een lekkere... Een lekker haasje. En hier zien we hem hier liggen, maar die is al helemaal geveld. Hè? Super. We gaan het zo meteen aan het eind van de uitzending proeven. Succes. En we beginnen hier aan tafel. Had het al gezien. Gert Kruis dus aan tafel. Hans Marshall, wethouder in Wijk bij Duursteden. En Jomark Kool, projectleider van het Glazen Huis in Utrecht. Maar we beginnen dus over Wijk bij Duursteden. Want prullenbakken opblazen, struiken in brand steken en vuurpijlen in bushokjes gooien. Na de jaarwisseling mogen gemeentes voor de vuurwerkschade van baldadige jongens opdraaien. Oeh. Wethouder Hans Marshall van Wijk bij Duursteden dus, die pakt het dit jaar eens anders aan. Want u heeft een plan. Ja, we hebben een ander plannetje bedacht. Ja. We hebben proberen iets anders te denken. Een beetje omdenken noemen we dat wel eens. Mm-hmm. Van proberen eens buiten de platgetreden paadjes te denken. We hadden afgelopen jaren best veel vuurwerkschade. En een paar jaar geleden zat er een kleine daling in. Maar vorig jaar is dat echt weer bijna verdubbeld. Mm-hmm. Toen hadden we iets van, moet je dat nou met leden ogen toezien? Moet je alles maar weer gaan repareren? En we gaan gewoon weer verder. Nee, toen hebben we gedacht, laten we het eens anders aanvliegen. En de jongeren een stimulans geven van, als jullie onder een bepaald bedrag blijven, dan betaal ik als wethouder financiën en als wethouder beheer, die ook weer voor de schaal op moet draaien, dan krijgen jullie van mij een bedrag om aan goede doelen voor de jeugd te besteden. Ja, een hartstikke mooi initiatief. Toch denk ik wel, want ik zat even te lezen wat het dan precies inhield. Maar 10.000 euro, als de jongeren daaronder weten te blijven, dan krijgen ze een beloning. Vanaf 10.000 euro gaat de bonus lopen. Dan krijgen ze 1.000 euro. Vorig jaar hadden we 13.000 euro schade, dus ik word er financieel altijd iets beter van. Maar het kan me voorstellen dat de jongeren dan denken, oh, dan mag ik dus van tot 10.000 euro nog lekker... Nee, want als je, hoe verder ze onder die 10.000 euro blijven, dus als bijvoorbeeld de schade 7.000 euro is of 6.000, dan krijgen ze dus, even het voorbeeld van 7.000, dan krijgen ze 3.000 euro, wat ze onder... Dus die 7 zit 3.000 euro hoe onder minder, de 10. Hoe meer geld ze dus krijgen. Dus dan krijgen ze die 1.000 startbonus hebben ze. En het bedrag wat ze onder de 10 blijven krijgen ze ook. Dus dan hebben ze 4.000 euro. En hoe gaat u deze jongeren bereiken hiermee met dit plan? We hebben het vorige week en al die week ervoor met de jongerenwerker hebben we het uitvoerig besproken. Toen was het ook iets van, ziet hij er wat in? Want op een gegeven moment had ik iets van, vanuit Langbroek een aantal jaren geleden hebben we een feesttent neergezet. En de schade was meteen bijna nul in de kern Langbroek. Want al die jongeren gingen naar die feesttent. Mm-hmm. Toen dacht ik, zou je dat in Wijk ook niet moeten doen? Vorig jaar een keer dat geopperd. Maar Wijk is natuurlijk al een iets andere schaal dan Langbroek. Zit je al meer in het stedelijke. Mm-hmm. Andere soorten jongeren, andere groeperingen, diverse groepen. Dus ze zei de jongerenwerker ook, dit werkt niet. Dus dat moet je anders optuigen. Maar de jongerenwerker heeft, die is de straat opgegaan. Heeft de groepen die hij eigenlijk heel goed kent, heeft hij benaderd. En die heeft het zo voorgelegd. En eigenlijk waren de reacties vanuit de jongeren best positief. Ja, echt waar? Ja. Want ik kan me enigszins voorstellen dat het me als jongere... Kijk, ik kan natuurlijk niet in hun brein kijken. Nee. Maar dat ze het aantrekkelijker vinden om een brievenbusje op te blazen dan een half jaar te wachten totdat er een skatebaantje gebouwd wordt door de maar was toch het verrassende was dan toch, even wat ik ook terugkreeg van Ino, onze jongerenwerker. Hij zegt, dan ging hij toch dat gesprek aan. En dat is even de leeftijdsgroep tot 18 jaar, die ook duidelijk aangaf een beetje de skategroep. Van als wij een leuke skatevoorziening daarvoor terug kunnen krijgen, heel leuk. Mm-hmm.
En de groep daarboven die had ook iets van, ja, skaten doen ze niet meer. Maar als je dan toch een soort event wat ze zelf mogen bedenken, want wij gaan als gemeente gaan we dat niet voor hun bedenken natuurlijk. Dan is het van, we betrekken die jongeren erbij hoe ze het geld willen besteden. En als ze dan een avondje kunnen karten of lasergamen, weet ik veel, dat kwam uit die groep. Nou, dan is het van, ja, dat is want, misschien dan toch wel... Gert? Dan blazen ze niks op. Nee, dan is het misschien toch wel leuker om een keer te genieten van zo'n avondje lekker weg. Zijn dan één klap, €400-500 die dat een prullenbak de lucht in haalt. Nou, misschien moeten we Gert vragen. Ja. Gert, jij hebt het volgens mij ook wel. Ben jij een baldadig jongetje geweest vroeger? Ik was heel baldadig. Had dit gewerkt voor jou? Ik denk het niet. Nee? Nee, want de kick is natuurlijk dat je tijdens die... En hoe gek dat ook is, maar wij met die jongens in die buurt altijd... was je toch wel op zoek naar... dat te doen, dat gaf je een kick. En ja, ik weet niet hoe die jongens of die jongeren er tegenwoordig tegenaan kijken, maar dat waren de momenten dat we even uit de band sprongen. Ja. In Woerden en IJsselstein kwamen ook met nieuws vandaag naar buiten dat ze een WhatsApp buurtpreventie app gaan bijhouden op Nieuwjaarsdag en Oudjaarsdag. Ja, WhatsApp, dat heb je bij ons ook al. Dat doen jullie ook? Ja, dat zijn ook van die groepen, ja. Het is lastig gebeurt. Om het aan te pakken. Nou ja, het is lastig. Dus dan is het, nou ja, wij hebben zelf ook gezegd van ik hoop gewoon op succes. En ik geloof er op basis van de jongeren en de reacties die ik teruggekregen heb, geloof ik erin. Maar dat er wel echt steeds meer een bewustwording is bij de jongeren. Van jongens, ja, je schiet er toch niks mee op om dat te vernielen. En dat moeten we veel frequenter onder de aandacht brengen. Zo. Leuke dingen tegenover zetten. En nou ja, als de schade beperkt blijft is één. Maar je ziet met het zware vuurwerk. Nou ja, de persoonlijke lessen wat er ook kan ontstaan. Ja. Ook mensen dat, die er overlast van hebben. Ja. Als dat ook nog een bijvangst is van deze stap. Dat de overlast en de geluidsoverlast veel minder wordt. Ja. Denk ik van ja, dan is het de moeite waard geweest om dit te proberen. Zeker, helemaal goed. We gaan van het ene mooie initiatief in wijkbeduursteden naar een mooi initiatief aan het einde van het jaar in Utrecht. Want daar worden in plaats van 4 DJ's, worden er 4 werkzoekenden in een glazen huis opgesloten. Jo-Mark Kool aan tafel, projectleider van dit hele idee. Even, 4 werkzoekenden worden in een glazen huis opgesloten. Ja, klopt. Vertel. Klopt. Nou, we willen door middel van het glazen huis extra aandacht vestigen op mensen die werkloos zijn. En die willen we eigenlijk nieuwe energie geven, nieuwe inzichten geven, maar uiteindelijk hopelijk ook aan een baan. Mm-hmm. En dan moet je ook naar een ludiek iets kijken, maar we hebben eigenlijk 4 mensen opgesloten, 4 werkzoekenden. Die staan voor een bepaalde branche centraal en die krijgen eigenlijk wat extra aandacht in het glazen huis. Mm-hmm. Waarom? Want op welke manier dan? Nou, kijk, je moet je voorstellen, online, hè, social media, dat is eigenlijk een heel goed middel om dit op de kaart te zetten. We hebben bijvoorbeeld een man die wil, eigenlijk heeft altijd in de commercie gemerkt, die wil heel graag nu de overstap in de zorg maken. Maar ja, het lukt hem eigenlijk niet om die kans zomaar te krijgen. En door middel van deze actie zetten we dat eigenlijk iets extra in het zonnetje. Mm-hmm. En ja, die is dus opgesloten in het glazen huis. Mooi. En het mooie is dat ik volgens mij vandaag al had gehoord van de werkgever, nou, ik zou je eigenlijk wel... heel graag misschien een baan willen geven. Echt waar? Mag die van het glazen huis al uit? Nou ja, dan mag die eruit. Heel snel. Nou, dat zou heel snel zijn. Nee, nou kijk, weet je, het is, we hebben 4 gezichten. En niet iedereen blijft helaas slapen, want dat wordt een beetje lastig. Dus morgen is iemand anders weer het gezicht van de dag. Jullie wisselen per dag de gezichten af. Ja, klopt. Want inderdaad, nu vandaag zijn het er dan 4. Ja. Maar er zijn natuurlijk veel meer werkzoekenden in Utrecht. Ja. Hoe zorgen jullie, want die betrekken jullie er ook allemaal bij, hè? We kunnen allemaal naar het stadkantoor. Ja, klopt. Ja, we hebben eigenlijk elke dag zijn er bijvoorbeeld 2 of 3 workshops waar je gratis in kan schrijven. Nou, dat doen we in samenwerking met de Broekriem en een aantal grote sprekers. Het is zelfs gelukt om... De Broekriem. Dat is een netwerkorganisatie. Voor werkzoekenden, door werkzoekenden. Mm-hmm. En supermooi initiatief ook. En daar kan je dan terecht. En zij geven eigenlijk workshops van 1 à 2 uur. En daarnaast hebben we elke dag om 12 uur een netwerkwandeling. Onder begeleiding van een netwerkcoach. We hebben nog een heel groot inspiratieplein. Waar je een gratis LinkedIn-foto kan maken. Je kan je cv laten controleren. Het meest belangrijke is dat er ook werkgevers zijn. Oh, die komen ook langs om contact te leggen met deze werkzoekenden? Ja, die komen eigenlijk nog wel echt meer. We hebben bijvoorbeeld, vandaag hadden we ongeveer 8 bedrijven, zorginstellingen die echt mensen zoeken. En daar kon je dan mee speeddaten. Oké. Want wij spraken een vrouw vandaag, we zijn er even langs geweest. En die was echt zeer te spreken over wat ze daar allemaal te doen kreeg. Oké. Je leert gebruik te maken van social media. En dan heb ik het over LinkedIn, Twitter, noem het maar op. Dat kan je heel goed inzetten om een andere baan te vinden. En ik denk dat heel weinig mensen zich daar nog van bewust zijn. En dan zeker de mensen uit mijn generatie. Ja, Hans, Marcel, is het ook iets voor jullie gemeente? Het is wel een heel origineel idee, moet ik zeggen. Kijk, iedereen zoekt wel eens een initiatief hoe je inderdaad weer mensen aan het werk krijgt. Maar ja, dit is denk ik wel iets voor de Utrechtse schaal. Het zou ook in klein kunnen. Het kan inderdaad in iets kleiner kunnen. Het is wel een hele mooie. Ja. Wat je merkt is dat
de bereidheid van, nou, eigenlijk van ieder mens met de kerst wordt het hart wel iets groter eigenlijk ook. En willen mensen ook vaak wat voor een ander wat meer ook doen. Mm-hmm. En dan denk ik juist dat het wel een heel goed middel is of een mooi initiatief is om dat, ja, toch wel iets meer op de kaart te zetten eigenlijk. Je zit, ja, dat heel, ja, mooi neer. Ja. Ja. En daarnaast halen jullie ook nog geld op voor de echte Serious, ja, Request. Ja. Hè? Ja. Dus het heeft twee doelen. Dus de werkzoekenden en de werkgevers met elkaar verbinden en nieuwe energie te geven, nieuwe inzichten. Maar daarnaast ook echt geld ophalen voor het goede doel. En ja, dat proberen we bij werkgevers te komen. Nou, werkzoekenden kunnen ook een kleine donatie doen. En juist ook heel veel collega's. Mooi. Ja. Nou, super. Tot 21 december is het dus in het stadhuis in Utrecht. En ondertussen hoor ik het lekker pruttelen op de achtergrond. Gaat het goed daar in de keuken? Zeker, gaat fantastisch. Ik heb nu de kool heb ik geblancheerd. En die heb ik even, zo meteen ga ik die aanzetten. Met een beetje afsnijsels van het haas. Dan wordt een vars, dus een soort, ja, puree eigenlijk. Wat we om het filet heen gaan doen. En dan in kunnen rollen in de kool. Oh, heerlijk. Dan, heel goed konijntje. Nou, we hebben nog één gesprek. Dus ik zeg, lekker doorbakken. Want we willen natuurlijk zo meteen wel even lekker proeven. Gaat goed komen. Kunnen we zo eten. Gert, ben je een beetje van het wild? Eigenlijk niet. Nee? Nee, eigenlijk niet. Nou, ik weet niet. Ik woon in een bosrijke omgeving. Ik zie wel eens die haasjes lopen en dan om zo'n ding te eten, om zo'n beestje te eten. Oh, dat wordt wat. Ja, dat is gewoon gewenning. We gaan even doorkomen. Jawel. We gaan het hebben over FC Utrecht, want al 7 wedstrijden op achter elkaar zijn ze onverslagen, maar toch kwamen er geen glimlachen vanaf gisteren. Toch eigenlijk met een zuur gevoel gisteren weg, omdat Utrecht in korte tijd zowel tegen Zwolle 1-0 voor stond, kon Utrecht eigenlijk die wedstrijd beslissen, deed het niet. Maar gisteren, l'histoire se répète, de geschiedenis, Anita herhaalde zich. Want 1-0 voor, eigenlijk de mogelijkheden in de tweede helft om wel 2-0 te maken. Het kabbelde voort en het was dan, ja, dat zou je daarna te zien, de wetten van de voetballerij. Heracles Almelo die in de eindfase, in blessuretijd, 1-1 maakte. In blessuretijd zelfs, dus twee punten verspeeld. Ja. Eigenlijk. Ja, want ze zijn ook een plekje weer opgeschoven, hè? Nee, we zijn een plekje gezakt, hè? Opgeschoven naar beneden. Dat is wel jammer, want we zijn natuurlijk in de race om die play-offs te halen. Hè. We hebben een prachtige wedstrijd trouwens nog voor de boeg. Na de winter, want we krijgen in 1 week tijd en niet. Dan krijgen we AZ, Feyenoord en Ajax thuis. Dus hartstikke mooi. Maar de grote vraag bij FC Utrecht is, houden we die ploeg intact? Want wat is er aan de hand? Gaat Ayoub in de winterstop weg? Gaat Labiat in de winterstop weg? Hebben die ambities wel, hè? De jongens hebben de ambitie wel. En in de wetenschap dat Ayoub zijn contract loopt aan het einde van dit seizoen af. Dus Utrecht kan daar nu nog geld voor krijgen. Mm-hmm. En Labiat, ja, Labiat is een van de beste spelers van FC Utrecht. Ik had wel gisteren wat meer van hem verwacht. Dat vond ik wel weer jammer. Maar ja, die wordt begeerd door een aantal clubs. Dus de vraag is Anita Houwer. Waaronder Feyenoord. Ja, waaronder Feyenoord. Feyenoord wordt genoemd als een club die wellicht geïnteresseerd is in Zakaria Labiat. Dus laten we dat even af. Dat wordt spannend. Maar wat denk je, als ze weggaan, wat is er dan nog over van FC Utrecht? Genoeg, maar dan denk ik wel dat de club in staat is om wel adequate vervangers te halen. Want wat het knappe is van FC Utrecht, in de loop der jaren zijn er heel veel spelers weggegaan. En Utrecht is toch vaak in staat om toch weer hele goede spelers terug te halen. Dat heeft FC Utrecht wel goed voor elkaar. Dus weet je, ik verwacht wel dat als die jongens weggaan, dat de vervangers dan wel weer klaarstaan. Oké. Heb je ze wel horen juichen gisteren? Ja. Ja, je woont in de buurt, hè? Ja, ik woon in de buurt, ja. Sfeertje is leuk, hoor, het stadion. De laatste minuten was het iets minder. Ja. Oh, jij hoort het al eerst stiller. Was het wel stiller, ja. Maar je hebt er dus wel vertrouwen in, Gert. Vertrouwen in en, Anita, we gaan er vrijdag verder over praten in ons programma Een Berg Sport. Ja. De laatste uitzending voor de winterstop. Hebben we nog een aantal leuke dingen. En waarschijnlijk komt Dick van Buurik, oudspeler van FC Utrecht en NAC, aanschuiven als gast. En ja, dat wordt wel heel leuk. Een bergsport dus, aankomende vrijdag. Aankomende vrijdag. En dan ga ik even kijken of ons eten al klaar is. Ik loop even naar de kok toe. Ruiken jullie het al? Ja, lekker haasje? Ja, lekker hoor. Mm. Jij krijgt ook hoor. Ja. Even kijken hoor. Is dit de eerste die al... Ja, ik heb al net al twee al even gebakken. En deze is nu klaar. Dus ik heb hem ingerold in crepinet. Oké. Okay. Eigenlijk een heel ouderwets ingrediënt. Wat vroeger gebruikt in de keuken om worsten of patés bij elkaar te houden. Maar dan kan je dus ook een mooi rouleau heerlijk. En kunnen wij vast, want de uitzending is bijna afgelopen. Ja. Kunnen we vast iets proeven? Ik ga nu een bordje maken voor je en ik kom er even bij brengen. Nou, kom op. Gretig, hè? Wat? Ik ben heel gretig. Ik wil heel graag proeven. Zijn de heren van wild? Ik hou wel van wild. Ja? Ja. Ja, maar eten dat vaak? Ja, maar bent u ook wild? Ik hou van wild. Want het komt uit Langbroek, hè? Langbroek, daar is het normaal dat de hazen, nou, dat de hazen door de weg heen rennen. Af en toe. Maar het is wel eens vorig jaar ook gebeurd dat ik een jager tegenkwam. En die zei van, hé, hou je ergens van? Ik zei, ja, is goed, joh.
En toen stond hij een weekje later met twee van die verzanten zo voor de deur. Jeetje. Maar ja, je had het gezicht van mevrouw niet moeten zien, maar dat is weer wat anders. Maar ze heeft ze bereid geworden. Oh, heerlijk. Maar... En het was lekker. Het was lekker. Oké, okay, heel goed. Hey, Gert, nog even van na de winterstop hebben we dus Ajax. Waar tegen ze moeten? We hebben topwedstrijden na de winterstop. Utrecht gaat dan in die tweede helft van de competitie hopelijk die aanval doen op de top 3, wat ik al voorspeld heb. Maar we krijgen een prachtige wedstrijd in het stadion. Denk aan AZ, denk aan Feyenoord, denk aan Ajax. Hey, dat zijn topaffiches. En ja, het wordt ook steeds gezelliger in het stadion. Je moet ook een keer komen met... Ik wil wel een keer komen. Zit jij wel eens, zeg maar? Nee, maar ik wil best wel een keertje mee. Ik woon eigenlijk zo dichtbij, maar nog nooit echt... Maar dan ga ik een keer uitnodigen. Ja? Okay, dan kom ik een keer kijken met de wethouder. Dan nodigen jullie bij deze... Maar gaan ze dan met deze wedstrijd niet... Want dit wordt moeilijker, toch? Na de winterstop. Nee, maar dat zijn topwedstrijden. En Utrecht is in staat om tegen grote ploegen heel goed voor de dag te komen. Dus ik zie in één week... 9 punten geloven. Hè, dat we 3 keer winnen. Wat zou dat bestemd zijn? Zie jij dat echt wel, 3 keer winnen? Je kent mijn bijnaam, toch? Ja, nee. Gertje is... positief ook. Gertje positief ook. Nee, maar ik geloof erin. Utrecht heeft een goede ploeg. En waarom niet? Nou, ik ben helemaal benieuwd. We moeten nu toch echt We moeten eruit nu. Het komt er ook precies aan. Heerlijk. Morgen tijd dan niet. Ik ga het aan Hans overlaten. Het eerste? Ja, ik vind dat het wel aan u de eer mag zijn. Ziet er goed uit. Ik zeg proef nog even goed, lekker in beeld het geheel. Dus de Rulo van de Hazenrug. Ik heb snel aan, want we moeten er goed afronden. Ik doe het gewoon zo. Kijk even hoe de wethouder reageert. Ik zeg doen. Doen, hè? Ja, hoor. Ja. En? Korte reactie? Heerlijk. Nou, hartelijk dank. En u bedankt voor het kijken. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan. Ja?